Elira heeft een hele goede ochtend. Oh. Die loopt alleen maar te lachen. Kijk, deze is ook leuk, hè? Nog steeds. 1, 2. Oh, je lacht. Nou, hou je even vast. Hele buklesje. 1, 2. Gaan we? Je moet even. Wacht, zo. 1, 2. Nee? Zijn we er opeens klaar mee? Ja. Strippen. Zo. Eet. Ja, kijk de haar. Wat zit je haar mooi. Hé, hey, gaan we zo meteen naartoe? En papa had vanochtend zo zijn best gedaan om haar te doen. Ding ben je. Zo, zijn we klaar? Ja? Oké, benen dicht. Oké. Zo. We zijn er klaar mee. Op voor deze dag. Ja. Ja. Oh, kom maar. Kom maar. Wij zijn in de Henders en Hazel en ze hebben hier ook Hartog Wonen, geloof ik, in zitten. Andersom, we zijn in Hartog Wonen en die hebben spullen van Henders en Hazel. Oh, oepsie. Maar wij zijn natuurlijk zo erg bezig met die huizenjacht en we vinden het super tof om allemaal spulletjes te kijken. Dus vandaar dat we... Alira, blijf je hier, schoonheid? Dat we wat meer huizenwinkels aan bekijken, of huizenwinkels, woonwinkels en zo aan het kijken zijn. En kijk, dit vinden we al heel erg tof. Deze tafel bijvoorbeeld. Was dit de tafel die je zag, zei je dat? Volgens mij wel, ja. Deze heb ik online al eventjes gezien. Sorry, ja, ik moest even zorgen dat ik niet over leren heen liep. Kijk, al vind ik het mooier als die poot meer die kruis is. Ik vind dat toch altijd wel mooi. Dat is gewoon een keuze die je maakt. Ja, en dan hier zo bijvoorbeeld. Hoi! Hallo, heb je de hit lieverd? Ja. Ja. Zo'n bankje is ook wel leuk, alleen het moet wel passen in het huis. Ja. Maar... Ik zou zo'n bankje zou ik dan liever dat je zo tegen de muur aan hebt dan dat het echt daar tegenaan gebouwd is. In plaats van zo'n los bankje. Ja, dat het in de muur zit eigenlijk, ja, bedoel je? Ja, inderdaad. Ja, snap ik. En op zich vinden we dit soort stoelen alleen dan, ja nee, net iets anders. Maar dan eigenlijk met net verschillende kleuren ook wel mooi. Ja. Nou, we gaan weer even lekker shoppen. Kijk, dit vinden we wel echt een hele mooie tafel. Hier ook dat vissengraat modelletje in. Alleen het enige dan... Wat we dan niet zo mooi vinden is dat hij, hallo, goedemorgen, de poten in het midden heeft. En ik zou het wel aan de zijkant willen. Misschien heel vlug even de vraag. We vinden de tafelblad vinden we heel erg mooi, maar die poot met het kruis in het midden, dat vinden we dan minder. En vinden die, zijn ook andere tafels met, die hebben zo'n kruispoot hier aan de zijkant te zitten. Dat... Dit model is alleen die één kleur en zo is ook verschillende maten, niet zoveel, maar eentje per poot. Ja, oké, okay, dus bij deze is het gewoon echt deze. Ja, bij andere tafels hebben we weer andere mogelijkheden, andere maten, maar ook verschillende poten. Maar dit is gewoon één poot. Oké, ja. Dankjewel. Oké. Super. Kijk, en dit is een bank waarvan we wel zoiets hebben van, hey, dit is wel interessant. Al moet ik zeggen, staat dat ding er is, wat daar nu omhoog staat, is dat ook gewoon één grote... Leuning die ook vet. Oh ja, kijk. Dan kan die ook helemaal plat dan, omdat hij nu. Oh ja, toch wel. Half omhoog stond.
Kijk, dit is dus leer en dan dat bruine en een hoekbank. En dan zou ik zeggen inderdaad een kleed, maar dan niet zo'n grote tafel toch, maar dan die kleine tafel. Dus dan twee tafeltjes die je onder elkaar kunt schuiven. Ja. Ja. Ja, dit vinden we wel mooi. Kijk, dit vinden we ook wel heel mooi. En Richard, die daar wegloopt, dag, die zei ook nog, nou, ik heb nog geen hoekbank gezien waarbij je aan beide kanten gewoon zo'n normale leuning hebt. En toen kwamen we hier en toen dacht ik, tadaa! Maar kijk, deze vinden we wel mooi ook. Niet in deze kleur, tenminste ik niet. Maar ik zie nu ook opeens het concept van zo'n rond kleed, moet ik zeggen. Maar dan willen we dus niet zo'n tafel, maar dan twee van die ronde kleine tafeltjes onder elkaar zitten, inderdaad. En deze is dan ook wel, kijk, het is wel echt een prijsje hoor, maar wij willen dan op den duur gewoon ons huis echt wel vernieuwen, zeg maar, als we verhuisd zijn. Maar is ook, kijk, hier staat keuze uit vele stofsoorten, dus dan is de kleur ook alweer anders. Maar ik vind het niet verkeerd, want hier heb je ook niet een hoekje wat zinloos is. Je hebt geen zinloos hoekje, daar kan je ook gewoon goed zitten en hangen. Dus dit, echt niet verkeerd dit. Oké, het is duidelijk. Wij hebben gewoon echt een dure smaak. Dit vinden wij ook wel mooi. Niet de kleur, niet per se de leersoort. Maar wel gewoon de hoekbank, de hoofdsteunen. Dit deel is nu ook nog eens elektrisch. Die kan echt, kijk, ik zal even op de knop drukken. Kan je het zien? Even kijken, oh, verkeerde kant. Kijk, die kan echt, echt heel ver. De achterkant gaat naar achter. Zie je dat? Dus je kan er hele stoel van maken. Maar goed, dat hoeft echt. Dat, ja, geen idee. Kijk, als ze denken echt van we willen er echt veel geld aan uitgeven, dan zou dat heel tof zijn. Ik doe het ook echt met mijn middelvinger. Lekker charmant. En Richard vindt die cupholders heel erg verschrikkelijk. Maar je kan hem gewoon echt helemaal. Kijk, in die prijs. Dat is intens natuurlijk. Maar je kan hem helemaal zelf samenstellen met hè, stoffen, kleuren, materialen, echt alles. Dus wij zijn ook hier wel weer fan van. God, wat hebben we toch een dure smaak. Zo jongens, dit was een goede, fijne dag. Ja, we gaan nog niet eten, lieverd. Kijk, dan hangt ze in de stoel. Alira, papa is nog aan het koken. Dus je moet nog heel even wachten, lieverd. Want we gaan nu nog niet eten. Bijna. Waar is jouw boek gebleven? Ja, ze wil heel graag nu in de stoel, omdat ze denkt dat we gaan eten. Nee, vandaag was echt een fijne dag. Want Richard en ik zijn naar de sauna geweest voor een aantal uurtjes. We hebben vanmorgen Alira afgezet bij mijn schoonouders. Want ik had nog steeds die bon. Kom je erbij? Bon van de sauna gekregen nog voor mijn verjaardag. Een kortingsbon, dat was niet, we gingen niet volledig gratis hoor. Hey, zag je ze, mevrouw? Ze is om mijn rug te slaan. Hey, wat ben jij aan het doen? Zo, aaien, doe je mama aaien? Ja, dat is wel lief, hè? Moet ik haar leren ook aaien? Oh, ik krijg kijk een knuffel meteen. Dat is lief van jou. Nee, ik had korting gekregen hoor. Een cadeaubon. Waardoor we met korting naar de sauna konden. En toen dachten we, nou die gaan we inzetten vandaag. En deze jonge dame die kon naar opa en oma voor een paar uurtjes. We zijn maar een paar uurtjes gegaan. Zodat we na leren de middagslaap. Of vlak daarna weer daar zouden zijn. Maar goed, nu wil het feit dat deze jonge dame niet zo lang meer slaapt in de middag. Dus ze was wel een poosje wakker. Waarom zit je op je duim te zeggen? Doe dat maar niet, schatje. Nee, dank je. Hey, is de vinger, heb je zo'n honger dat je je vinger gaat opeten? Heb je een trek in de buik? Ja. Ja. Wat wou ik zeggen? Maar... boem. Dus we hebben gebruik gemaakt van die bon. En gewoon even heerlijk gechilled in de sauna. Wij gaan... Tikje. Dus we gingen niet zo lang. En toen we bij mijn schoonouders kwamen, toen waren ze gewoon lekker aan het keuvelen met de Lira. En het was gewoon ook voor haar een goede dag. Wat ik al zei, ze slaapt niet zoveel meer. Ze had nu ook ruim uur geslapen, meer niet. Ja, ze slaapt elders beter dan hier thuis. Gisteren was het toevallig een uur. De dag ervoor was 20 minuten.
Ik weet niet. Ik denk dat ze misschien weer ergens doorheen gaat wat betreft slapen en ontwikkelen. Of, I don't know, maar ze slaapt niet zo denderend meer in de middag. Dus wij hebben denk ik echt wel een kind die heel vroeg niet meer gaat slapen overdag. Maar goed, hè? Dat is voor in de toekomst, want het is nu gelukkig nog niet zo. En nu is Richard dus lekker aan het koken. We eten weer vers, zo'n vers pakket tomatensoep. Lukt het, meneer? Ja hoor. Hoe vond jij vandaag? Beetje mooie woeste haren. Okay, dat zag er niet uit als dat ik bedoelde, maar ja, was gewoon leuk. Gewoon lekker relaxed, lekker rustig, lekker, ja. Was gewoon lekker. Dus mooi. Kijk, hij is aan het koken, dat wilde ik laten zien. Lekkere tomaatsoep, zoals ik het. Ja, je weet toch dat ik dat zo noem? Oh, nee, nee, meneer Van Leeuwen. Dat kan echt niet hoor. Toch, Alira? Ja. Ja, dat kan echt niet. Wat ga je doen? Hé, hey, uit. Hij is al uit. Wil je hem aan? Oh, niet vallen. Alira, gaat het goed? Ja, je hebt een, het is zo warm dat je gewoon een jurkje aan hebt vandaag met een vestje. Maar dat vestje gaat de hele dag alleen maar uit. Dus dat. Het was een goede dag. Een dag die ik niet kon filmen. Want ja, we gaan niet filmen in de sauna. Maar ik wilde even nog zeggen dat... oh ja, jij lacht hè. Oké, daar wil ik wel wat over zeggen. Want ik snap waarom die lacht. Ik ging daar naar de wc. En dan hangen er toch, net zoals je bij de bioscoop wel eens ziet, van die posters op de wc met... kennis over whatever of gaat werken bij bla bla bla. Oh, reclamespul. Reclame, ja, goeie reclamespul. Nou, dat hing daar dus ook op de wc. En dat was reclame voor dat je fan kan worden, geloof ik, of zo. Of dan krijg je in ieder geval bepaalde voordelen. Hi! Krijg je voordelen. En toen stond er dus, wat stond er? Stond een QR-code. Ja, zie hier voor meer. Zie hier voor meer informatie. Kijk nou. Alira, wat ben je aan het doen? Mag dat of niet? Want volgens mij mag dat eigenlijk niet wat je doet. Maar daar heb je een beetje schijt aan, hè? Ga zitten op jouw billen op de stoel. Ben je aan het balanceren op de stoel? Ja, dit vind ik dan niet zo erg als de buik dan nog op de stoel zit. Maar soms gaat ze gewoon echt op dit kleine plankje. Gaat ze hier echt op staan. En dat vinden we dan weer niet goed. Eigenlijk handen in ieder geval er ook nog aan, hè? Maar dit hele klimmen klauteren, fantastisch. Maar ja, goed, ik ga echt van de hak op de tak. Daar stond dus van een QR-code voor meer informatie. En toen dacht ik, je bent in een sauna op de wc. Je mag geen telefoon mee de sauna in. Hoe moet je die QR-codes kennen? Beetje maf. Maar goed, daar moet ik wel om lachen toen. En verder was het gewoon lekker relaxen en je hebt daar zo'n kruidensauna. Heerlijk, lekker gewoon daar geluncht en toen we rustig gaan naar huis. En nu gaan we lekker... Zoals je het nu zegt, klinkt alsof je in een kruidensauna hebt geluncht. Oh, ja, dat hebben we niet. We hebben lekker in een kruidensauna lekker gelegen en we hebben gewoon in een restaurant geluncht. Nu gaan we zo lekker tomatensoepje eten, echt beste soep. En dan met 3 druppeltjes tabasco erin. En dan eten wij altijd met bolletjes, roomkaas, garland noemen we het, en kaas. Ja, het is misschien niet het meest gezonde, die bolletjes, maar de soep is gewoon puur alleen maar groenten. Heerlijk. En dan gaat de leraar zo meteen lekker naar bed. Ze heeft trouwens het uur tijdverschil, want afgelopen nacht is de klok een uur teruggegaan. Nou hadden wij haar de afgelopen dagen enigszins een beetje voorbereid, of tenminste, dat probeerden we voor te bereiden voor dat uur dat de tijd terugging. Maar gisteravond realiseerde ik me opeens van ja, ze gaat wel elke keer later naar bed. Want het idee is dan dus zeg maar om er elke keer een kwartiertje eigenlijk later naar bed te doen. Om er voor te bereiden op die tijd. Maar ik realiseerde me opeens, ze gaat wel elke keer een kwartier later naar bed. Maar ze wordt eigenlijk dezelfde tijd weer wakker. Gewoon tussen, nou ja, 6:45, 7:00. Dus opeens dacht ik gisteravond, wat zijn we eigenlijk aan het doen? Want het maakt eigenlijk helemaal geen klap uit. Ze komt gewoon niet aan die dure slaap toe. En gisteravond was ze ook echt klaar. Opeens, van het een op ander moment was ze er helemaal klaar mee. Het was alleen maar zeuren, jammeren, huilen, alles. Waardoor we er toch om, hoe laat was het? 7:00 denk ik? Ja. Iets voor 7:00 lag ze toch gisteren op bed. En toen werd ze inderdaad vanmorgen, was het 6:15. Nieuwe tijd, dus eigenlijk 6:15. Dus haar normaal standaard tijd.
werd ze wakker. En ja, dus begon de dag iets vroeg. Maar goed, nu gaat ze zo meteen gewoon om, om half, nee, weer 6:15 ergens naar bed. En wat is dat aan het doen? Kijk nou. Ah, grappig dit. Ja, oh, oh, we gaan verhuizen. Oh, oh, oh. Oké, doei. Ga je vliegen? Vliegtuig? 1, 2. Ja, ga je vliegen? Je bent echt een doerak, jij. Ja, ba. Ba. Maar goed, ja, nogmaals, zoals ik al zei, van hak op de tak. Ik, wij gaan ook verder niks doen meer of zo vanavond. Lekker eten, Alira naar bed. En ik, oh, 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 ja, hey, ik ben elke keer denk, oh, boom, boom, bedenk me weer wat. In de sauna raak je natuurlijk leuk in gesprek met elkaar, gewoon relaxed gesprekken. En toen kwamen Richard en ik achter, of eigenlijk ik erachter, dat ik het toch ook wel echt fijn vind om gewoon meer te gaan lezen, gewoon boeken te gaan lezen. Maar ik heb wel een e-reader, alleen ik merk dat ik die er toch niet zo snel bij pak. En ik ben dan toch wel zo'n boekenwurm eigenlijk, dat ik toch echt de daadwerkelijke boek in mijn hand lezen fijn vind. Dus wat heb ik gedaan? Nou heb ik wel een boek, nou nee, ik val best wel mee hoeveel boeken ik heb volgens mij. Valt heel erg mee. Ja, want ik heb heel veel boeken weggedaan ooit. Maar ik hoor heel veel van de sensatie van Colleen Hoover boeken. Dat komt natuurlijk vanuit Amerika, vanuit TikTok geloof ik. Maar ja, ik heb geen TikTok, dus doet niks mee. Maar toen dacht ik, weet je, die lijkt me toch wel interessant. Maar dan wil ik echt de daadwerkelijke boeken hebben. Nou was toevallig de Bruna open beneden. Maar daar hadden ze echt maar 2 boeken er rond. Ik wil wel in het Engels lezen. Ik wil niet in het Nederlands lezen. En ik heb een beetje opgezocht, wat is nou een fijne volgorde om die boeken te lezen. Want je hebt series, maar je hebt ook losstaande boeken. Wat doe je nou eerst? Nou heb ik volgens mij Ugly Love besteld. Dus dat is wel een van de losstaande boeken. Maar wordt aangeraden volgens mij om daarmee te beginnen dan als je die losstaande boekenreeks gaat doen. Of dus niet een reeks, die losstaande boeken gaat doen. Dus die heb ik besteld en die komt morgen binnen. En dan wil ik op die manier wil ik gewoon, nou ja, mijn boeken wat gaan uitbreiden. En gewoon dat ik de tijd ervoor ga nemen om gewoon lekker te gaan zitten 's avonds. En gewoon lekker een boekje te lezen. Dat vind ik gewoon toch wel heel erg lekker. En Richard die houdt van om op zijn e-reader te lezen. Ik was ook de 7 zussen serie aan het lezen op mijn e-reader. Dus misschien dat ik het even een beetje afwissel dat ik die op mijn e-reader wel ook nog verder ga lezen. Maar dat ik ook gewoon losse boeken weer ga kopen en daarmee ga lezen. Dus ik wil jullie ook vragen. Heb je nou een serie? Ik hou wel van series lezen, maar losse boeken mag ook. Heb je nou dus een boek in het Engels, het liefst, want ik lees wel echt wel heel graag in het Engels. Maar ja, als je echt zoiets hebt, dit is Nederlands, maar moet je gewoon lezen, laat het even weten. Want op die manier kan ik dan gewoon even de collectie uitbreiden. Of als je van Richard iets leuks weet, maar Richard heeft een serie toch van 1 miljoen aantal boeken. Nee, ik ben The Wheel of Time aan het lezen. Ja, ook in het Engels. Maar goed, mocht je dus boeken hebben wat je, waarvan, want Richard, je houdt wel een beetje van fantasy ook, toch? Ja, ik ben van de fantasy. Ja. En jij bent van de, ja, ja ook fantasy. Beetje. Ja, ik hou ook van fantasy, maar ik hou ook gewoon van roman. Of een beetje, volgens mij zoals ik Colleen Hoover, een beetje thriller romanachtig. Het hoeven niet van die gekke actieboeken van mij te zijn. Maar fantasy vind ik heel tof. En Richard dus ook. Goed zo. En dan nog graag Engels. Dus mocht je dat weten, laat het even weten. Dan gaan we daar even naar kijken of we daar iets mee willen doen. Goed gedaan. Deze vlog ga ik afsluiten, want ik zie dat dit al heel lang stuk is geworden. Wij gaan gewoon zo lekker eten en van onze zondagavond genieten. Dankjewel dus weer voor het kijken. En ik zie jullie heel graag weer met de volgende. Doeg! Alira, ga je ook zwaaien? Ik zeg maar dag! Van weet ik jou? Ook zwaaien? Doeg!